Bijbetaling voor een opname in het ziekenhuis zal geïntroduceerd moeten worden. Dat is een must, zeker als de tarieven van het staatsziekenfonds, SZF, niet aangepast worden. Door de lage lichtdagtarieven derven de ziekenhuizen inkomsten en kunnen ze geen materiaal aanschaffen. Algemeen directeur Clyde Cairo van het Diakonessenhuis is ervan overtuigd dat de aanpassing van de lichtdagtarieven één van de oplossingen is om de problemen waarmee de ziekenhuizen kampen structureel aan te pakken. We gaan op een gegeven moment er niet onderuit komen om een stukje bijbetaling te vragen van de patiënt. Want als we zo met lichtdagtarieven hebben van SZF die de afgelopen 2 jaar niet zijn verhoogd, blijkt dus dat wij onmogelijk uitkomen en alleen maar grotere schulden krijgen. Dus op een gegeven moment zal er dus wat bijbetaling aan de patiënt moeten worden gevraagd. We hopen niet dat het zo ver komt, maar we zijn er niet ver vanaf. Het zal gewoon moeten gebeuren als die lichtdagtarieven, vooral van SZF, niet snel verhoogd worden. En brain drain in de totale zorgsector is ook een groot zorgpunt voor alle ziekeninstellingen. Volgens Cairo is het geven van additionele toelagen niet de oplossing voor deze sector. Het personeel beter waarderen voor hun diensten middels een goed salaris kan het wegtrekken naar het buitenland minimaliseren. Ondanks de zorgelijke situatie merkt de directeur wel op dat het personeel zich blijft inzetten voor de patiënten. De regering is misschien wel begonnen om een stukje additionele toelages te geven daar, maar we zijn er nog lang niet. En we dus continu blijven die zorg blijven geven aan de Surinaamse gemeenschap, die kwalitatieve zorg. En de laatste tijd gaat dat steeds moeilijker. U bent bekend met de problemen in de zorg. Ziekenhuizen hebben het heel erg moeilijk. De middelen die zijn er niet, de lichtdagtarieven zijn erg laag. Dus overal zijn er tekorten, tekort aan personeel, tekort aan medische verbruiksartikelen, tekort aan medicatie. En dat maakt eigenlijk het geven van kwalitatieve zorg heel erg moeilijk.